Morgen, het is begin januari 2023. Ik hoop dat jullie fijne feestdagen hebben gehad. Van de kerstman heb ik deze microfoon gekregen. Het is de Shure MV7. Uh, dus ik wilde die gelijk even testen. Maar misschien is het handig om gewoon even te beginnen met vertellen wie ik ben. De kans is er namelijk dat je mij nog nooit hebt gehoord of gezien. Uh, dat komt ook omdat dit pas aflevering 1 is. Dus misschien nog wel logisch ook. Maar goed, mocht je me nog helemaal niet kennen, dan lijkt het me handig om mezelf even voor te stellen. Ik hou van humor. Ik maak graag mensen blij met mijn creativiteit. Ik ben geïnteresseerd in persoonlijke groei. Deel graag mijn kennis. En ik raak geïnspireerd door verhalen van mensen die slim actie ondernemen en dingen durven doen op hun eigen manier. Ik ben een gevoelig persoon. En ik vind het doodeng om voor de camera te staan. Vandaar dat ik ben gaan zitten. Dat maakt het stukken makkelijker. Ik ben 36 jaar, vader van twee dochters. We moeten wel een. Kleine pauze tussen, want ik ben niet al 36 jaar vader. Uh, laat ik het zo zeggen, ik ben 36 jaar, we wonen in Schiedam en samen met mijn vrouw heb ik een dochter van 5 en een dochter van anderhalf. In mijn mooiste leven maak ik mensen blij met mijn creativiteit, humor en kennis. Dit doe ik door bruiloften te fotograferen en als coach voor trouwfotografen. En vooral dat laatste, dat is waarom je dit wil zien. Misschien valt uh, zien nog wel mee in deze aflevering. Maar dit is in ieder geval wel waarom je dit wil luisteren. Want het eerste waar ik het met jullie over wil hebben, is een zin die ik vaak hoor. En dat is move before you're ready. He? Start voordat je er klaar voor bent. Begin. Doe iets en verbeter het gaandeweg. Natuurlijk had ik kunnen wachten totdat alles perfect was. Maar ja, wanneer is dat? En vooral, wat zou ik dan in de tussentijd allemaal niet kunnen delen? Natuurlijk wil ik het allemaal professioneel en uh, goed aanpakken. Ik wil video's op YouTube hebben met uh, een mooie intro en zo'n overdreven uh, stukje waar waarin ik vraag om uh, te liken en subscriben en zo. <tiek> je kent het wel. Nou, en de audio van alles wat ik opneem uh, kan als podcast op uh, Spotify komen. Van de tekst maak ik dan weer een blog. En misschien zijn er wel programma's die woorden automatisch naar tekst omzetten. Dan hoef ik alleen nog maar te praten en wordt de blog vanzelf geschreven. Dat zou nog beter zijn natuurlijk. Moet ik af en toe wel even random en onopvallend een paar zoekwoorden erin gooien voor de vindbaarheid. Zoals, uh, hoe creëer je goede content? En <coughs> naast de blog kan ik natuurlijk ook mooie kleine stukjes ervan delen op social media. Een foto erbij en ik heb een post voor op Facebook of voor op Insta. En de video van hoe ik deze content maak kan dan weer op TikTok of in mijn Insta Stories komen. En zo creëer je dus eigenlijk uh, relevante content. Of eigenlijk creëer je één stuk content en maak je daar optimaal gebruik van. Uh, en voor al de kanalen die ik net opnoemde, kan, je kan ik natuurlijk denken, ik ben er nog niet klaar voor. En het zou geweldig zijn als mijn account er mooi en professioneel uitziet. Maar ik wacht er niet op. Ik wacht er niet meer op. Ik begin gewoon. En natuurlijk wil ik een video met beter licht, uh, filmen met een goede camera, die ik uh, gewoon in huis heb natuurlijk. En met een mooie achtergrond. Maar ik wacht niet meer. Ik wacht niet eens tot ik naar de kapper ben geweest. Sterker nog, ik wacht niet eens tot ik ben gedoucht of ben aangekleed. Mocht je nou alleen op Spotify luisteren, het is niet zo dat ik geen kleding aan heb. Uh, ik, uh, ik zit niet bij OnlyFans. Nee, ik zit hier in mijn pyjama en mijn badjas, in de slaapkamer. Maar goed, ik heb straks wel gewoon mijn eerste stuk online staan en daar ben ik trots op. Goed, uh, Move Before You're Ready dus. Uh, vorige week sprak ik een grafisch vormgever. Hij zei: Daan, ik doe dit werk nu tien jaar en ik was mijn huisstijl was ik helemaal zat. Uh, mijn, mijn website heb ik gewoon uit de lucht gehaald en nu staat er alleen een pagina online waarop staat binnenkort komt mijn nieuwe website online. Maar telkens, als ik dan dat nieuwe design zie, dan denk ik, uh, ja, het staat me niet aan. Ik vind dat het beter moet, maar ik weet dan niet precies hoe. En dan denk ik dat het goed is, maar dan kijk ik een week later weer en dan vind ik het weer helemaal niks. Dan ga ik het weer veranderen en dan wil ik weer wat anders. Kijk, voor mijn klanten weet ik precies wat ze willen en hoe het beter kan, maar voor mezelf vind ik dat gewoon, uh, vind ik dat gewoon moeilijk. En toen vroeg ik: Ja, maar hoe lang staat je site uh, dan al uh, under construction? En het antwoord was bijna een jaar. Bijna een jaar. En ik vroeg hem: Heb je in de tussentijd dan klanten gehad? Hij zei: Nee, bijna niet. maar... Ah, het was ook corona, hè? Tja. Elke dag dat jouw aanbod niet online staat, kan niemand iets bij je kopen. Move before you're ready, mensen. Start met het maken voordat het in jouw ogen perfect is. Als je wacht totdat het perfect is, komt er nooit iets online. Maak, deel en verbeter het voor de volgende keer. En nu ik terugdenk, uh, zo heb ik het ook gedaan met mijn trouwfotografie. Bij de eerste bruiloft die ik fotografeerde... Had ik geen idee hoe anders het is om een bruiloft vast te leggen. Hoe ik mooie momenten kon fotograferen. En ik wist trouwens niet eens wat de mooie momenten waren. Ik twijfelde zelfs of, uh, of ik de gasten wel op de foto mocht zetten. Misschien vonden ze dat gewoon niet fijn, dacht ik. Maar goed, ik had ook helemaal geen idee uh, hoe je een bruispaar moest aansturen bij je fotoshoot. En ik wist ook niet hoe ik mijn flitsers kon gebruiken. Laat staan hoe ik ze creatief kon inzetten. Bij mijn tweede bruiloft ging het al een stuk beter. En zo is dat uh, blijven groeien. En inmiddels win ik gewoon awards bij de belangrijkste trouwfotografie-wedstrijden over de hele wereld. Ook in mijn fotografie blijf ik groeien en leren. En misschien wordt het in mijn ogen wel nooit perfect, maar gelukkig dus. Gelukkig dat ik daar ook niet op wacht. Want had ik dat wel gedaan, dan had ik al deze geweldige bruiloften moeten missen. Had ik de mooie mensen niet ontmoet, had ik 0 euro verdiend en was het. En was ik ook niet zo ver in mijn ontwikkeling als dat ik nu ben. Ik accepteer dat ik niet op een topniveau kan beginnen, maar ik besef wel dat ik moet beginnen om daar te komen. Start dus voordat je denkt dat je er klaar voor bent. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor jou. En helemaal als je nu iets niet doet waarvan je weet dat je het wel zou willen. Het kan je zoveel moois opbrengen als je gewoon begint. Ik heb mijn eerste bruiloft aangenomen. voordat ik wist hoe ik dit goed kon doen. En op het moment dat ik ja had gezegd tegen het bruidspaar. gebeurde er iets. Ik dacht echt. shit, nu moet ik zorgen dat het goed gaat. Ik moet zorgen dat alles goed komt. De bruiloft was al binnen vijf maanden. Dus ik ben video's gaan kijken op YouTube. Ik uh, ben workshops gaan doen. Ik ben me echt gaan verdiepen in het vak. Puur en alleen omdat ik ja had gezegd omdat ik ja had gezegd voordat ik er klaar voor was. Move before you're ready kan hem dus zitten in het ja zeggen tegen een opdracht voordat je er klaar voor bent of denkt te zijn. Door ja te zeggen, gewoon echt door, alleen door die beslissing te nemen, heb ik nieuwe skills geleerd. En dat, en dat al alleen in de periode voordat ik aan de bruiloft begon. Ik heb ervaren hoe het is om een bruiloft te fotograferen. En het, heeft me en het heeft me vertrouwen gegeven, omdat ik heb gezien dat ik alles wat ik heb geleerd toe kan passen. En dat het op die manier werkt. En dat geeft me weer vertrouwen om nog meer te leren en vervolgens weer toe te passen. En groeide een besef dat ik alles kan leren om een fotograaf van topniveau te zijn. En nu ik gewend ben met leren en toepassen, kan ik het ook op andere vlakken, zowel in mijn bedrijf als op persoonlijk gebied. Nou, Hierdoor boek ik zoveel vooruitgang, dit is echt de manier om te groeien. Ook heb ik mezelf de kans gegeven, en dat is echt belangrijk om te beseffen: door ja te zeggen en dit te doen, heb ik mezelf de kans gegeven om fouten te maken. Ik gaf mezelf iets om op terug te kijken, te analyseren en te verbeteren. Had ik nee gezegd, dan had iemand anders de bruiloft gefotografeerd en was dit allemaal niet voor mij gebeurd. Dus even, even kort wat Movement voor je ready uh, kan opleveren. Ten eerste, je leert nieuwe skills je doet ervaring op. Ten tweede is het een hele grote boost voor je zelfvertrouwen. Ten derde, je boekt vooruitgang. En ten vierde, je kan leren van je fouten. Ben je, nu, ben je nou fotograaf en doe je bijvoorbeeld portret, dieren of nieuwe fotografie? En krijg je een, voor, krijg je een aanvraag voor een bruiloft. Doe het. Als je het leuk vindt, neem de opdracht dan aan. De aanvraag komt niet voor niets bij jou. De klant die kent jouw werk, wil jou en wil jou als fotograaf. Ook geloof ik erin dat als deze opdracht doorgaat, dan heeft het zo moeten zijn. Zeg daarom gewoon ja en dan ga je zien wat er gebeurt. Je leert sowieso en mocht je het niks vinden, dan weet je dat ook. Dat is ook kennis. En misschien leer je wel iets wat je in jouw tak van fotografie kan toepassen. Maar goed. Uh, starten voordat je er klaar voor bent. Daar ging deze eerste aflevering over. En hopelijk, nou waarschijnlijk, kan ik me over een jaar kapot schamen voor deze video. Dat betekent dat ze over een jaar veel beter zijn geworden. Want ik geloof erin dat als ik iets maak en elke keer iets verbeter, dan wordt het vanzelf goed. Groei vindt plaats buiten je comfortzone, zeggen ze altijd. Nou, ik kan je 100% zeker vertellen dat ik daar vandaag uh, ver buiten zit. Maar het mooie is wel dat ik weet dat dit is hoe het werkt. Ik leer veel van terugkijken en analyseren. Dat kan alleen als ik eerst iets doe. Dus eerst iets maken, dan terugkijken en verbeteren voor de volgende keer. Dat ga ik ook met deze aflevering doen. Dus ik ga hem online zetten. En daarna even terugkijken of ik misschien één of twee dingen kan verbeteren voor de volgende keer. Nou, mocht jij nou uh, tips hebben om. Uh, Aflevering 2 beter te maken, let me know. En, oh ja. Ik, uh, ik heet trouwens Daan. En uh, ik ben net wakker. Maar goed. Tot de volgende keer. Recording stopped.